Katwijk eert haar geschiedenis. En dat komt goed tot uiting tijdens de Open Monumentendag zaterdag. Zo'n 25 monumenten in de gemeente openden de deuren voor haar bezoekers. Met prachtig weer hebben duizenden bezoekers zich vergaapt aan pracht en praal uit het verleden. Velen gingen goed voorbereid met informatie uit het Open Monumentenboekje op de fiets op pad. Een van de imposante monumenten is het Koning Willem-Alexander Gemaal. Piet Kuyt vertelt vol passie over het pand uit 1954. Maar eerst een stukje geschiedenis. Dan wil ik eerst even uitleggen wat het Hoogheemmaatschap van Rijnland is, heel in het kort. In Nederland heb je 23 waterschappen en die zorgen voor droge voeten en voor schoon water. Rijnland is een van die 23 waterschappen en dat zie je op deze kaart. Dat is IJmuiden, Amsterdam, Gouda en Scheveningen. Dat is het gebied van Rijnland. Door het gebied van Rijnland lopen geen rivieren. Dat is iets heel belangrijks dat je dat weet. Het wordt omsloten door deze duinenrij en verder liggen hier allemaal dijken doorheen. Dus Rijnland is een afgesloten bak. In een afgesloten bak, als daar water valt, moet je zorgen dat het overtollige water er weer uit kan. Ja? Om dat te doen hebben we 4 gemalen en een van die 4 grote gemalen is Katwijk. En daar staan we nu. Andere gemalen is in Gouda en we hebben nog 2 gemalen in het noorden. In de loop van de tijd bleek wel dat de capaciteit van het gemaal was onvoldoende. Dus na de oorlog is dit gebouw hier neergezet met nieuwe pompen erin en centrifugaalpompen. 2 dieselmotoren en een elektromotor. En de capaciteit verdubbelde naar ruim 50 kubieke meter per seconde. Waarom is dit gebouw zo bijzonder dat het op de monumentenlijst staat? Na de oorlog was eigenlijk de stijl van we moeten een gebouw neerzetten, 4 muren, dak, klaar. Architecten die vonden het natuurlijk verschrikkelijk jammer dat er niet iets moois neergezet kon worden. En er ontstond dan ook een soort shake hands beweging waarbij de architecten en de aannemer toch na gingen denken samen van kan dat nou niet wat mooier. Nou, dit gemaal is ook redelijk mooi gemaakt door de 2 architecten, Buurman en Schulte. Je ziet daar aan de wand die mooie versiering. Die ronde glazen raampjes. Aan de buitenkant is een beeld neergezet van graaf Willem I, die zich ontzettend sterk gemaakt heeft voor het organiseren van het hele watergebeuren. Aan de buiten bij de ingang zie je boven de ingang beelden van een zeemeermin en een zeemeerman. En basisscholen die hier rondlopen mogen dan altijd even kijken wie is de min en wie is de man. En er is ook nog een wapen en verder is dit gebouw ontzettend solide en stevig gebouwd. Vandaar dat het in het kader van de naoorlogse wederopbouw op de lijst is geplaatst als monument. Dit gemaal, je zult nu zien, die diesel is weg, elektromotoren zijn weg. En er staan hier nieuwe elektromotoren met een nog grotere capaciteit. We hebben ook naast het gebouw een extra unit gebouwd, extra gebouw neergezet. Daar is de eerste nieuwe elektromotor neergezet. Toen die het goed deed, zijn de oude motoren 1 voor 1 veranderd. Deze motoren hebben een capaciteit van 25 kubieke meter per seconde elk. Dus als ze alle 4 draaien, hebben we hier een capaciteit van 100 kubieke meter per seconde. En daar doen we het mee. Voor rondleiding is het een heel saai gebeuren geworden, want je ziet hier hoe dat eruit ziet. Het is een elektromotor met hier een soort radiator om die elektromotor te koelen. Daar staat nog een kast en daar kun je de snelheid van de motor mee regelen. De centrifugaalpomp, de waaier zelf die beneden zit, die heeft een doorsnede van 3,5 meter en een hoogte van 2,20 meter. Dus dat is een hele grote waaier. En omdat deze motor een hele speciaal is, kan die heel langzaam draaien. Dus hij draait 1 omwenteling per seconde. Dus het is geen keukenmixer, hij draait heel traag. En de bladen zijn zodanig erin gezet dat er ruimte blijft. En dat betekent dat hij visvriendelijk is. 1 keer per jaar zie je dat de paling weer naar buiten wil om in de Saragossazee kindertjes te gaan krijgen. Nou, die paling die kan gewoon door die draaiende waaier heen zo naar buiten zwemmen. Misschien dat ze een soort Efteling effect toch overhouden van dat draaien er doorheen. Maar daarom is het ook een visvriendelijke pomp geworden. Niet alleen gebouwen doen mee met de Open Monumentendag, ook rijdend erfgoed is te zien. Aan de Schoolstraat, in de oude brandweerkazerne, staat oud brandweermaterieel. Officieel dienst gedaan hier in Katwijk. En toen is hij bij een verzamelaar terechtgekomen. En hier weer teruggekomen en toen hebben we de club hier hem
gerestaureerd. Ja. Wat vertelt u de mensen die hier komen? Vandaag, die u aanspreken? Ja, nou ja, gewoon de vragen die ze stellen worden beantwoord. Wat voor vragen zijn er nou echt die brandend zijn bij de mensen? Dus welke vragen komen ze bij u? Ja, alles wat rood is en wat herrie maakt, dat vinden ze mooi. De verhalen bij de monumenten zijn net zo belangrijk als de monumenten zelf. 35 jaar hebben we de branden gezeten in Katwijk. Ja, u bent hier begonnen, hè? Ik ben hier begonnen. Wanneer was dat? Ik denk in 1987, denk ik, ja. Wow. En, weet niet precies. Hoe ging dat vroeger? Vroeger ging je ging van de ene op de andere horen of je bij de brandweer wilde. En meestal om een technisch beroep. Dat was het hier. Je had de timmerman, de loodgieter, de elektricijn. Die namen allemaal deel aan de korps. Dus eerst cursussen volgen. Van brandwacht tot brandweer 1, hoofdbrandwacht. Onderbrandmeester en brandmeester. En dan dat was meestal de eindrang. Ja. Mist u dit gebouw? Nou, ik mis het gebouw. We zitten nog regelmatig hier binnen, dus ik mis het niet. Maar het is natuurlijk prachtig als wij nog hier kunnen verblijven. Ja, wat is nou het mooiste aan dit pand, als voormalig brandweerkazerne? Nou, ik denk wat je vroeger hier had, je die slangen droogden hier daar. En dat vond ik, dat moesten we altijd een hele klus als dat, om die natte slangen allemaal op te hangen. En dan daarna weer op te rollen en in de auto's te plaatsen. Deze die hiernaast staat, daar heeft u niet in gereden, hè? Nee, wel de bijna dezelfde heb ik in gereden. Ja. Hoe anders was het nou vroeger, bij de brandweer zitten? Gezellig. Ja? Niet alleen omdat het dan gezellig was dat het een club was, maar we hadden met veel minder regels te maken. Dus nu wordt het heel moeilijk gemaakt, wie is verantwoordelijk, dat heerst nu, in deze tijd. Was het ook gevaarlijker? Soms wel, soms niet. En daar bedoel ik mee, nu pakten ze daar helemaal in met helm alles dicht. En wij hadden dan een helm met een flap achter en je oren waren vrij. Dus als het te heet was, dan voelde je aan je oren en dan ging je terug. Dus geen metertjes, maar gewoon even aan de oren voelen. Ja, en nu moet het allemaal maar goed blijven gaan. Wat ik nu meemaak dan, of hoor over de brandweer, volgens mij gaan ze veel te ver de brand in. Dus alles moet maar heel blijven. En, want als het kapot zou gaan, ja, dan is het einde oefening. Dan overleef je het niet. Met wat voor vragen komen de mensen hier nou vanmorgen, vandaag, bij u? Ja, heel veel weten niet dat hier toen de brandweer zat, de mensen. En ook wat wij doen met opknappen van de voertuigen. Ja, alle vragen van vroeger. En de kleintjes worden een beetje mee meegenomen. Hoe ging dat, hè? Hoe ging dat vroeger? Ja, vroeger werd er natuurlijk, was er geen telefoon. Eerst was het met een bel. En of een ratel is nog aan de orde geweest. En nu is het allemaal met piepers. Iets wat makkelijker. Ja. En de plaatselijke waarschuwden elkaar. De loodgieter, de timmerman en alles. Die mensen werden gewaarschuwd en holden het allemaal hier naartoe. Het duurde gewoon ietsje langer met uitdrukken, want dat klopt ook al. Je werd heel anders alarmeerd. En nu is het een piepertje gaat en je springt op de fiets of de auto en je race naar de kazerne toe. Wie denkt dat Open Monumentendag elk jaar hetzelfde is, heeft het mis. De bewoners van de EA Borgerstraat nummer 1 opende dit jaar voor het eerst de deuren. Nou, we wonen hier nu inmiddels 23 jaar. En we zijn al een aantal jaren gevraagd door de monumentencommissie om een keer het woonhuis open te stellen. En je blijft eens uitstellen natuurlijk, want er valt altijd wat te doen. Maar nu hadden we gedacht, we moeten toch maar een keertje het gaan doen. Ja, het is toch heel leuk voor heel veel mensen om een keer binnen te kijken, denk ik. Waarom is dit pand zo bijzonder? Het is gebouwd door Jesse natuurlijk, een bekende architect, met name in Leiden, maar ook Katwijk heel veel gebouwd. En hij heeft heel bijzondere panden gezet, in een bepaalde baksteen, bepaalde kleuren, een bepaalde stijl, heel mooi. Zo komen onder andere de Nieuwe Kerk, het Katwijks Museum en de Vrederskerk van zijn hand, maar ook dit woonhuis. Hoe voelt dat nou zoveel mensen in uw huis? Ik heb er geen speciaal gevoel bij. Ik ben wel een beetje trots, dat wel natuurlijk, van dat je het allemaal kan laten zien. Maar heel veel mensen zeggen wel van,
vind je dat niet vervelend, maar nee, zo komt het niet over. Ik vind het wel heel leuk om te doen. Ja, heeft u vanmorgen nog even alles afgestopt? Nou, de afgelopen weken volgens mij. Nee, dat is al. Zijn we druk bezig mee geweest, ja. U bent ook aan het tellen. Hoeveel bezoekers hoopt u? We zitten nu op de 200 ongeveer. Dus ik weet niet. Het zal wel 400-500 worden, denk ik. Ja, heel leuk. Heel veel plezier nog vandaag. Dankjewel. En een van de oudste panden in Katwijk is de Vuurbaak. En die is één keer per jaar gratis te bezoeken. Nou, deze toren is natuurlijk gebouwd. Vroeger hadden we de bomschuitjes die hier op strand kwamen. En er is deze toren voor gebouwd. Boven werd er een vuur gestookt. Dus als nou die... Dat waren dan drie van die oude vissermannen. Die sliepen hier op een zoldertje. En om de beurt hielden ze dan het vuur branden. Dus dat is ongeveer tot 1911 geweest. Toen kwamen hier geen bomschuiten meer op strand. En toen was de toren feitelijk overbodig. Toen hebben ze hem dan wel zo'n karbietlampje en een dingetje heb erin gestaan. Maar toen kregen we de zeiloggers, dus die konden in de haven. Ja. Toen is de toren overbodig. Hij is nooit gesloopt, hè? Hij is gelukkig niet gesloopt. Hij heeft bijna dat hij gesloopt werd, maar ze hebben hem gelukkig gehouden nog. En ze hebben natuurlijk hier ook in de oorlog, voor de oorlog hebben hier natuurlijk Hollandse soldaten bovenop gezeten. En in de oorlog hebben de Duitse soldaten ingezeten boven. Dus het was een mooi uitkijkpunt. Dat is denk ik ook wel het voordeel geweest, dat het uitkijkpunt was. Anders hadden de Duitsers ook wel plat gegooid. Want ze hebben natuurlijk de oude kerk, hebben ze de toren afgebroken. En ja, het was natuurlijk langer geweest, dan had hij ook weggegaan. Maar hier hadden ze natuurlijk een mooi uitzicht om te kijken. Ja. Vindt u het leuk om al deze verhalen te vertellen aan alle mensen die komen? Ja, ik vind het heel leuk. Kijk, zoals hoort, hè? Wij zitten hier al samen met Kees. Zitten we hier al bij, 33 jaar doen we dit werk al hier op de toren. En dan is het denk ik vandaag het drukst op Open Monumentendag. Nu is het op het drukst, ja. Kijk, en nu is het gratis, dus dan is het het drukst.